Ik ben Jeroen Beker. We zijn hier op het melkveebedrijf van de familie Beker. Dat doe ik samen met mijn ouders. We hebben hier 230 melkkoeien en 120 stuks jongvee. We waren op zoek naar een activiteitsmeter. En in die zoektocht hebben we verschillende producten bekeken. En ik wou een activiteitsmeter die ook de gezondheid van de koeien kan meten. En een activiteitsmeter die real-time uitgelezen werd. Dat ik continu de data kan zien. En zodoende zijn we bij Cowmanager terechtgekomen. Voordat we de Cowmanager sensoren hadden, deden we de tochtdetectie via de activiteit in de halsband. En later ook met plakstrips die we achterop de koe konden plakken. Voorheen zagen we koeien als ze ziek waren, alleen met het oog. Als de koe niet fit was in de stal of als die robot aangaf dat die koe te lang geleden gemolken was of de melkproductie te veel gedaald was. We hebben 280 sensoren. Alle melkkoeien hebben een sensor in en de overige sensoren die zitten bij het jongvee erin. Het voordeel van Cowmanager is dat je altijd een koe tochtig kunt zien. Je hebt gewoon 24 uur ogen in de stal en dat zorgt ervoor dat onze tussenkalftijd nu op 390 dagen zit, wat ook ons streven is. Het hoeft niet heel veel lager met onze productie. Daarvoor zaten we altijd rond de 420 dagen en dat is dus een heel stuk korter geworden. En in de laatste kolom kun je dus heel duidelijk zien dat het rode, het hoogactieve, veel groter is als de dagen daarvoor. En daaraan kun je zien dat deze koe tochtig is. Deze koe heeft vandaag minder activiteit vertoond. En hier kun je ook zien dat hij veel minder vreet en herkoudt en een grotere tijd niet actief geweest is. Bij een tochtattentie is het ook wel makkelijk dat ik kan zien dat een koe tochtig geweest is. Bijvoorbeeld 21 dagen geleden of 20 dagen geleden. Omdat als we de data invoeren in ons management systeem, deze ook in Cowmanager beschikbaar is. En ik kan er wel op vertrouwen dat als de sensor aangeeft dat een koe die net gekalf heeft en in de opstartfase zit, als die minder herkoudt, dat er toch een ziekte onder de leden zit. Dus ik temperatuur de koeien niet standaard, maar ik vertrouw daar gewoon op het systeem. En als die aangeeft van de koe herkoudt minder, dan ga ik zo'n koe bekijken van wat hij dan heeft en eventueel behandelen. Cowmanager kan ik zeker aanbevelen bij andere veehouders. Qua tochtdetectie werken ze heel goed. Ik vertrouw er ook blind op met insemineren en gezondheidsmodule die aangeven als de koe niet fit is, weinig herkoudt, werkt ook heel goed.